Welkom bij Leeuwarden Actueel van woensdag 18 augustus. De goedkoopste kringloopwinkel van het noorden, de Goederenbank Leeuwarden, die door brand werd verwoest in de nacht van 19 op 20 juli jongstleden, gaat weer open. Er is een noodwinkel ingericht in de voormalige sporthal van het Comenius College aan de Brandemeer 156. In dit scheefstaande pand was tot voor kort de opslag van de goederenbank gevestigd en het staat schuin tegenover de afgebrande vestiging. Zaterdag 21 augustus om 12 uur zal de officiële opening zijn, waarbij iedereen is uitgenodigd die er mede voor gezorgd heeft dat men er weer bovenop is gekomen. Ik zie dat weer allemaal weer een beetje opgebouwd is. Hoe lang heeft dat geduurd weer? Nou, dat is vrij redelijk snel gegaan, vond ik. Want wij hebben de nacht van 19 op 20 juli is dus die brand geweest. Dan ben je nu bijna een maand verder. En hebben we toch alweer aardig redelijk de spullen weer bij elkaar en in elkaar gezet. Dus dat... Ja, want al het spul dat krijgen jullie ook gewoon? Of hoe komt dat binnen? Ja hoor, net als normaal reguliere kringloopwinkels krijgen wij ook het spul aangeboden. En van particulieren en van bedrijven die brengen spullen hierheen. Alleen door die brand waren we dus eigenlijk alles een beetje kwijtgeraakt. En nu hier in het gymnastieklokaal dat we dus weer opnieuw gaan beginnen. We hebben in die 4 weken heel wat spullen binnengekregen. En wat voor spul komt het meest binnen? Kleingoed. Wij willen zaterdag aanstaande, 21 augustus, willen we dus de winkel weer opnieuw openen. Of heropenen. En dan blijven we hier zitten op deze locatie totdat we dus een ander pand gevonden hebben waar we dus voorlopig helemaal kunnen blijven. Maar daar zijn we nog druk mee aan het zoeken. Jullie verwachten wel veel mensen zaterdag? We hopen dat inderdaad, nou we denken het ook wel, want constant 2-3 weken lang worden de mensen en de klanten die hier altijd al kwamen, die komen al steeds vragen van wanneer gaat het open. Dus daarvoor hebben we het ook zo snel mogelijk probeert in elkaar te zetten allemaal. Jeugdland 2010 heeft als thema Jeugdland op een onbewoond eiland. De spelen sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema en ook het Jeugdlandlied wordt volledig in stijl gecomponeerd. Vandaag was er een soort zeskamp, buikglijden en een ontdekmarkt. Mercurius maakte een impressie. De kinderen mogen 1 nachtje blijven slapen op het Jeugdland. En natuurlijk is er dan een spannend verhaal, een leuk spel en een kampvuur. Jeugdland 2010 is er nog tot en met vrijdag 20 augustus. Het terrein voor Jeugdland is sportcomplex Nijlon, naast en achter de atletiekbaan. Ongeveer 10.000 klanten van Fortis zijn na de fusie met ABN AMRO duurder uit. De fusiebank schrapt een korting die nu nog geldt voor mensen met zowel een hypotheek als een rekening bij Fortis. Klanten die beide producten afnemen bij de bank kregen een korting van 50% over hun betaalpakket. In dat pakket zitten onder meer een betaalpas en een creditcard. Het schrappen van de korting kost de klanten maximaal €45 per jaar.
In de eerste helft van dit jaar zijn er minder mensen en bedrijven failliet gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Het aantal failliete particulieren en eenmanszaken daalde met zo'n 5%. Onder bedrijven en instellingen werden ruim 8% minder faillissementen uitgesproken. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijfstakken. In handel en zakelijke dienstverlening daalden de faillissementen, maar in de bouw en de landbouw werden juist veel meer faillissementen uitgesproken. Uit onderzoek van Kamernet.nl blijkt dat in juli 2010 de gemiddelde huurprijs van nieuw aangeboden kamers in Leeuwarden is gedaald. De gemiddelde huurprijs bedroeg €304 in juli en dat is €10 minder dan in juni van dit jaar. Het aanbod van kamers neemt echter af. Er werden in juli 133 kamers minder aangeboden dan in de maand juni. Kamernet.nl is het online netwerk voor het vinden van een kamer, een huisgenoot of een huurder, waarbij je rechtstreeks contact hebt met je potentiële verhuurder, huurder of huisgenoot. Dit was Leeuwarden Actueel van woensdag 18 augustus 2010. Tot ziens!